Death met Stupid in de Black Noise Hardstyle remix op deze verschrikkelijke schrikkeldag. Verschrikkelijke schrikkeldag. Onze gast Bart Geurts. Ja, ik heb een vraag aan jou. Want ja, om toch een klein beetje een thema te blijven van het verschrikkelijke. Ja. Wat is nou het allerverschrikkelijkste wat jij ooit hebt meegemaakt? Pooh, zo. Ik heb wel een idee. Had je die niet van tevoren even kunnen influisteren, dan had ik erover na kunnen denken. Nee, maar want nu komt er waarschijnlijk één ding in je hoofd op. En dat is, dat is echt heel verschrikkelijk. Dat moet je nu gaan zeggen. De geboorte. Oh. Ja, dat sowieso. Ja, ik heb ooit met Dark Raver gezoend. Ken je die DJ? Dat was wel een Dark Raver. Die is echt 106 of zo, toch? Nee. Hoe is dat tot stand gekomen? Ik ga even opzoeken. De Dark Raver, dat is een hardstyle DJ. Nou, we het toch over hardstyle hebben. En ja, dat was wel een verschrikkelijk moment. Maar dat had ermee te maken. Steve Sweet. Ja, hij had een weddenschap met mij. Ik moest een keer op een feest moest ik voor hem draaien. En toen in de afterparty, toen hadden wij een weddenschap. Ik zeg, want hij zei tegen mij, ja, als je ooit met een grote DJ wil worden, dan moet je met mij zoenen. Want Armin van Buuren, Hardwell, dat soort DJ's, die hebben dat ook gedaan. En ik zeg, ja, dat is goed. Maar dan wil ik wel, als jij in de zomer in Albufeira draait, wil ik wel bij jou VIP tafels krijgen. Vind ik wel heel zwak. Kijk, hij doet jou een belofte van dan word je grote DJ. Ja. Dan had ik gewoon gezegd, ja, oké, dan doe ik dat wel. Ja. Maar dan wil ik daar wel draaien. Ja. Dan wil ik wel een B2B'tje met je doen. Ja, had ik ook nog kunnen doen, maar ja. Zover was ik dan nog net niet. Maar ja, we kregen wel een VIP-tafel uiteindelijk. En ja, heel veel flessen drank gratis. En, maar hoe lang is dat geleden dan? Ja, een paar jaar geleden. 2015 of zo. En jij was toen? Ja, toen was ik 11. Nee, geen MeToo-achtige dingen. Hoe oud was ik toen? Ja, een jaar of 16 of zo. Maar jij bent wel echt heel makkelijk het bed in te lullen, als ik het zo begrijp, of niet? Ja, daar zit wel wat in. Als je grote DJ wil worden, moet je met me zoenen en huppatee. Oké, maar heb je nog meer van dat soort verhalen? Want ik bedoel, jij vraagt naar het meest verschrikkelijke moment in mijn leven. Maar ja, hoezo is dat verschrikkelijk? Dat is toch een leuk verhaal om te vertellen? Nee, het moment zelf was niet zo heel prettig, kan ik je vertellen. Als je een tong van een 50-jarige in je bek krijgt. Ach, dat dus? Oh, dat is Rick wel gewend. Nee, 50 tongen zijn dat. Dat is anders. Nee, maar heb je niet nog een keer iets soortgelijks gehad dat iemand tegen jou zei van, ja, ik doe dat voor je. Als jij mij even een mondeling examen afneemt of zo. Ja, nee, ik ben niet, nee. Er schieten nu allemaal gedachten door je hoofd en denk, dat ga nee, ik niet zeggen. Ik ben aan het nadenken, maar nee, ik kan me zo 1, 2, 3 geen ander verhaal wat meer verschrikkelijk was dan dat. Ik hoor het ook helemaal voor me. Wil je even in mijn dark raven? Oh, goed, hè. Nee, een heel apart verhaal dit. Maar hoe is dat toen afgelopen? Heb je hem ooit nog gesproken of iets dergelijks? Ja, nou, ik ging met mijn vrienden naar Albufeira op vakantie. En toen mochten we daar in de VIP chillen. En de Barty Squad die kwam er draaien. Ja, allerlei DJ's. En ja, dan mochten wij mee aan de tafel mee chillen. En drank en gratis flessen drank en ja, dat soort dingen, ja. Nou, Rick, jij weet ook wat je moet doen als je een keertje op een of andere duizend hardstyle DJ tegenkomt. Ja, nou. Ja, nou, en waarschijnlijk als je die nog één keertje tegenkomt en hij neemt jou mee naar huis, dan mag je zijn hut waarschijnlijk nog gaan verbouwen. Oh. Ja hoor, vieze Jack op deze verschrikkelijke editie van Him for the Weekend.